Vierdaagse gaat vroege starters en snelwandelaars extra beschermen. Vanaf nu rijdt er een safety car mee. Omdat de 50 kilometer lopers de eerste, pak een beet, anderhalf uur in het donker lopen. En dan niet in contact moeten kunnen komen met verkeer wat nog op wegen rijdt die nog niet officieel zijn afgesloten. En verder in het nieuws vandaag. Druten maakt extra geld vrij voor oude toren in Puiflijk. En eerste voorbereidingen op Vierdaagse feesten zijn al zichtbaar. Nog iets meer dan een week en dan begint de Nijmeegse Vierdaagse weer. Een feestje voor heel Nederland. En om het extra feestelijk te maken, deed onder andere burgemeester Hubert Bruls nog een duit in het zakje. Eén ding gaat sowieso veranderen dit jaar tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Zo bleek tijdens de jaarlijkse persconferentie. De organisatie was zo sympathiek om het een beetje loutjes op te starten. Eerst 3 dagen, dit jaar hebben ze me beloofd, gaan we echt de volle 4 dagen... lopen en volgend jaar gaan we er wellicht naar 5 dagen, maar dat laat ik aan Henny Zakkers over wat hij daarover meldt. En er is nog een klein nieuwtje. De Vierdaagse gaat dit jaar de vroege starters en de snelle wandelaars extra beschermen. En ik heb bedacht dat het eigenlijk een soort Vierdaagse safety car is. Hoe bent u op dat idee gekomen? Is het in de laatste jaren een keer misgegaan? Nee, maar het dreigde wel mis te gaan. Met name omdat de 50 kilometer lopers de eerste, pak een beet, anderhalf uur in het donker lopen. En dan niet in contact moeten kunnen komen met verkeer wat nog op wegen rijdt die nog niet officieel zijn afgesloten. We hebben gemerkt dat een stukje spanning kan opleveren en we willen geen enkel risico lopen voor de veiligheid van de wandelaar. Want uiteindelijk moet het weer een wandelfeest worden. En om dat extra kracht bij te zetten heeft burgemeester Bruls met onder andere NEC-directeur van Schaik een Vierdaagse lied gemaakt. Betekent dit dan ook een optreden tijdens de Vierdaagse? Ja, ik huldig altijd de opvatting. Soms moet je de mythe laten leven, want die is krachtiger dan de waarheid. Nou, maar ja, wie weet, wie weet. De gemeenteraad van Druten heeft gisteren in de raadsvergadering besloten om extra geld vrij te maken voor de restauratie van de Oude Toren in Puiflijk. De stichting Oude Toren Puiflijk is blij en kan nu aan de slag om de Oude Toren weer gebruiksklaar en toekomstbestendig te maken voor allerlei activiteiten voor jong en oud in en om de toren. De Oude Toren uit Puiflijk, die dateert uit 1420, staat midden in het dorp op een terp en kan gerestaureerd gaan worden. De stichting De Oude Toren staat te trappelen om na ruim 6 jaar na oudhoudkundig flora, fauna en bouwtechnische onderzoeken de toren met allerlei activiteiten weer een klinkend hart van de Puiflijkse samenleving te laten worden. De gemeente Druten heeft een bedrag van bijna 3 ton hiervoor vrijgemaakt. Geen subsidie, maar er worden restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en de formele opdrachtgever is de gemeente Druten. En dat betekent dus dat de toren gerestaureerd wordt. Veel werkzaamheden zitten aan de buitenkant. Hij komt helemaal in de stijgers te staan. Er zit veel voegwerk in en stenen moeten vervangen worden. En je moet vooral aan de buitenkant heel erg goed zijn. En dat is dus de taak van de gemeente om dat voor elkaar te krijgen. Ook in de toren wordt door de gemeente verbeteringen aangebracht. Onder andere worden de vloeren er weer ingelegd, zodat er 2 verdiepingen ontstaan. Daardoor kan de stichting er verschillende kleinschalige activiteiten gaan faciliteren. Klein concertje voor een man of 20, 25. En daar kunnen ook mensen boven van genieten. Dus aan zulke activiteiten moet je denken als we het hebben over de toren. Ook de omgeving van de toren, de terp, wordt aangepakt. Ja, de terp heeft ook wel wat achterstallig onderhoud. En ook daarvoor komen maatregelen. We hebben een goed plan waardoor bijvoorbeeld de contouren van de kerk weer helemaal goed zichtbaar zijn. Waar we nu op staan, zeg maar. En dat ook voor minder valide de terp ook toegankelijk is en de toren ook toegankelijk is. Dus een rolstoeltoegang is er ook in voorzien. Dat geeft mogelijkheden voor jong en oud om te gaan gebruiken. Naast de stichting zelf zijn er verschillende mensen die al met ideeën de stichting hebben benaderd. Nou, het ene idee buitelde over het andere. En dat gaat dan over activiteiten, speelactiviteiten voor kinderen rond de toren, voor volwassenen, een picknick. En je kunt het zo gek niet bedenken, gigantisch veel ideeën. En die groep die wil straks in en om de toren van alles organiseren voor jong
en oud. Heel nadrukkelijk voor allebei de categorieën, voor de heel puifelijk en omliggende wijk. Denk aan Druten-Zuid natuurlijk. Okay. En wanneer is de verwachting dat het gerealiseerd zal zijn? Dat wordt dus najaar voordat we kunnen beginnen, want we moeten natuurlijk nog gaan aanbesteden. Dus het wordt eind van dit jaar, begin volgend jaar, dat de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen starten. Ja, de toren is letterlijk bijna het hart van Puiflijk. Alleen, ja, het staat er maar te staan. Dus het wordt straks een levend hart, kloppend hart van Puiflijk. In de zoektocht naar een ontwerpteam voor het nieuwe gebouw van multifunctioneel centrum De Wanmolen in Zetten is inmiddels een architect gekozen. Uit de 19 aanmeldingen is gekozen voor architectenbureau KRFT uit Amsterdam. Zij mogen het nieuwe pand nu gaan ontwerpen. Naar verwachting zal het oude pand in het najaar van 2024 worden gesloopt. Het nieuwe pand moet vervolgens een jaar later openen. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen doet beroep op de ondernemers in de binnenstad. Hij vraagt winkeliers solidair te zijn tijdens de gratis toegankelijke Vierdaagse feesten. Bruls sprak over die Vierdaagse feesten tijdens een persconferentie afgelopen donderdagmiddag. Het kan niet zo zijn dat de horecaondernemers veel investeren om een gigantisch feest mogelijk te maken en dat anderen daarvan profiteren zonder iets bij te dragen. Bruls doelde met die uitspraak op supermarkten die grote hoeveelheden alcohol verkopen, die bezoekers op straat opdrinken en dus niet op een terras bestellen. Met nog precies een week te gaan is het aftellen nu echt begonnen. Volgende week zaterdag barsten de Vierdaagse feesten weer los en wordt Nijmegen één groot festivaltrein met meer dan 1300 optredens op 40 podia. Nou, zoiets is natuurlijk niet in een uurtje opgebouwd, dus werden deze vrijdag alvast de eerste voorbereidingen getroffen. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Nou ja, iedereen is er volop in de voorbereidingen, alle pleinen. En wij zijn nu bezig om de verpachtingen te spuiten op de grond. En wat houdt dat precies in, een verpachting? Nou, alle terraseigenaren en alle kermisexploitanten of alle andere standplaatsen, die hebben een verpachting. Dus die hebben een vergunning bij ons aangevraagd en die zijn we nu op de juiste locatie aan het intekenen. Ja, want wat is daar eigenlijk zo belangrijk aan? Nou, je moet natuurlijk rekening houden met de doorstroming van de mensen, maar ook met de brandweerroutes. Dus alles wordt nauw op elkaar afgestemd, zodat iedereen straks veilig de feesten door kan komen. Hoeveel van die plekken moet je dan afzetten vandaag? Ja, ik denk eens een stuk of 150. Dus we zijn al eventjes bezig sinds vanochtend vroeg. Dus deze middag nog en dan zijn we denk ik al een heel eind. Ja. Want ik zie, je hebt een iPad vast. Wat staat er dan precies op? Ja, klopt. Op de iPad heb ik de tekeningen. En daarop kunnen wij precies zien waar de verpachtingen staan. Hoeveel tijd voordat het echt begint zijn jullie dan klaar? Nou ja, op de zaterdag. De zaterdag begint het, de zaterdag zijn we klaar. Ja, ja. Het belooft morgen de warmste dag van het jaar te worden tot nu toe. Het is al even duidelijk dat we deze zaterdag de 30 graden ruim gaan passeren. Voor onze regio staat de verwachting nu op 34 graden. Daarbij is de luchtvochtigheid ook vrij hoog, waardoor het erg benauwd zou aanvoelen. In de nachten van dit weekend daalt de temperatuur niet verder dan zo'n 16 tot 18 graden. Wat betekent dat we ook nog eens echte plaknachten krijgen. Ook de zondag wordt het lokaal nog 30 graden, maar in de loop van de dag kunnen er wat pittige buien overtrekken met regen en onweer. In de nieuwe week zijn we weer van de extreme af en wordt het op maandag nog slechts 25 graden. Het blijft die week wisselvallig zomerweer. Als we een kleine vooruitblik op de Vierdaagse week doen, lijkt het erop dat het op de wandeldagen gemiddeld 23 graden zal worden, met slechts een kleine kans op een bui. Tot zover het RN7 regionieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op onze YouTube-kanaal RN7 Online. Maandag zijn we weer bij je terug met het RN7 regionieuws. En die week erop houden we je dagelijks op de hoogte van al het nieuws rondom de Vierdaagse. Zorg dat je dat niet mist en download ook alvast die gratis RN7-app als je dat nog niet had gedaan. Fijn weekend en tot volgende week.